ben Marja Kik. Ik ben dierenarts voor reptielen, dus ik behandel alle reptielen, variërend van slangen, hagedissen, schildpadden, krokodillen en een beetje amfibieën. Het ultieme doel met mijn werk is dat ik elke dag blijf leren, wat met reptielen helemaal niet zo moeilijk is. Want je roept al reptiel, dat staat er nergens op natuurlijk, want je hebt zoogdieren en bedoel je niet alles tussen een olifant en een vleermuis. Dat is met reptielen ook zo. Je hebt heel veel verschillende soorten en per soort heb je ook nog heel veel verschillende ondersoorten. Als je roept slang, een ringslang, een amfibieën etend dier wat hier buiten woont, is natuurlijk een heel ander dier dan een python die straks komt van 3 meter, die ergens in Azië woont, in de tropen. Mijn doel is me te blijven verbazen over wat er allemaal mogelijk is met deze dieren en daar op een wetenschappelijke manier mee om te kunnen gaan. En ook op een eerlijke manier naar de eigenaren toe mee om kunnen gaan, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Er zijn een heleboel mensen die een reptiel als huisdier nemen zonder dat ze zich realiseren wat het betekent. De zogenaamde impuls aankopen. Dat kleine schildpadje in dat plastic bakje, inclusief plastic bakje voor €7,50, als je pech hebt dat ze die nog willen verkopen. Dat zijn dieren die zijn gedoemd te sterven. Gedurende de voorjaar en zomer word ik om de flipflap door de politie gebeld dat mensen een slang in hun tuin hebben. Nou, van de beschrijving weet je dan dat het een ringslang is en dat die mensen helemaal hysterisch gaan doen. Wat ik zo graag zou willen is dat die mensen die zo mooi wonen, dat ze de ringslang in hun tuin terugvinden, dat ze zich realiseren dat dat dier volstrekt ongevaarlijk is. Ik wilde dat die mensen realiseerden dat ze bevoorrecht zijn. Dat ze van die mooie dieren in hun tuin hebben en dat ze als een haas een broedhoop moeten gaan maken. En dat ze kunnen genieten van die dieren in plaats van daar ernstig van in paniek te raken. De plekken die mensen zouden moeten maken voor slangen om daarbij een betere kans te hebben om goed te kunnen overwinteren, noemt men een broei of broedhoop. Dat is één om te kunnen overwinteren en waar die ook heel erg belangrijk voor is. Vooral omdat de temperatuur daar natuurlijk in zo'n centraal in zo'n broedhoop hoger is. Dus voor het uitbroeden van de eieren. Vrouwtjes zoeken die broedhopen op om eieren in af te zetten. Maar ik heb in een gebied bij Amsterdam gezien dat ze een soort compostbak hebben. En daar al hun compost in gooien, maar dan echt alleen het tuinafval. Hè? Niet al te veel viezigheid, dus gras, takjes, bladeren en dat soort dingen. En dat zijn hele aantrekkelijke hopen voor slangen om en te overwinteren en hun eieren af te zetten. In verstedelijkt gebied denk ik dat we moeten blijven herinneren dat er ook natuur is en natuur hoort te zijn. Het grootste probleem is natuurlijk dat we hele horde mensen hebben die dat niet goed snappen. Mensen moeten wonen, staat buiten kijf. Blijkbaar moeten de mensen heel veel op dezelfde plek wonen, ook goed. Maar ik denk dat je rekening mee moet houden met de dieren zoals die zijn en dat die ook die plek verdienen. Kijk naar Eiburg, daar is dus een heel eiland gebouwd wat volgebouwd wordt voor mensen om te wonen. Het is een heel belangrijk gebied voor ringslangpopulaties. Nou, als je nou maar zorgt dat die ringslangen min of meer veilig, zonder allerlei snelwegen en andere rommel, bij andere populaties van ringslangen kunnen komen, goed zich kunnen voeden, goed kunnen schuilen, dan is het niet zo heel erg dat je dat eiland volbouwt, als die dieren die kans maar houden. Ik heb een leguaan gehad, die is nu sinds een jaar dood, die een groene leguaan, een grote man. Die is 20 geworden en ik had een tweetal boa constrictors, dus afgodslangen. En die zijn een jaar of 12 geworden, maar overleden ten gevolge van een virusinfectie. En op dit moment heb ik geen huisdier, geen pet, een reptielen meer.